しい。Hoi en welkom bij een nieuwe video. Zoals je hebt kunnen zien, Patricia en ik zijn lekker in Den Haag. We zijn net op de kamer aangekomen. Hi! We gaan eventjes chillen. Wat hebben we eigenlijk allemaal al gedaan? We hadden sowieso een treinreis, echt oprecht. Ik kwam op station Arnhem aan. Het was heel erg druk. Ik wil iets anders zeggen. Dat kan niet. Het was heel erg druk. En ik werd al meteen chagrijnig. Dus ik heb een upgrade gedaan naar eerste klas. Want ik dacht, geld speelt geen rol dit weekend. Ik heb geen idee hoe duur dat was. Daar kom ik nog wel achter. Maar ik heb heerlijk eerste klas naar Den Haag in de trein gezeten. En toen Patricia, die liep achter mij aan, want ik hoorde haar niet. Misschien kan ze me dat filmpje wel sturen. Zal ik hem er even bij inzetten. Ik ga sowieso alles naar jou sturen. Ja, doe maar. Toen zijn we met de tram naar het hotel gegaan. We hebben echt een super mooi luxe hotel. Je hebt net al kunnen zien, we hebben hier zo hier achter de tuin zitten. We gaan zo lekker in de tuin zitten even lezen. We zijn lekker gaan lunchen. We hadden geen idee waar we heen moesten. En toen kwamen we een tentje tegen. En daar stond gewoon een bord van er is een binnentuin. Dus we zijn er gewoon random heen gegaan. Het was echt zo lekker. Ja. We hebben echt zo lekker gegeten. Ja, het was of dat. Of 50 keuzes uit Italiaanse restaurants en zo. Ja, we zaten in de straat, liepen we, er waren alleen maar Italiaanse dingen, dus we gingen daarheen. Maar we hebben niet zo heel veel gegeten, want we gaan vanavond sushi eten. Yay! Misschien moet ik zo gaan zitten, kan je jou ook zien. Maar we dachten, we gaan vanavond gaan sushi eten, dus dat hebben we al gereserveerd. Ik hoop dat het lekker is. Ik hoop het ook. En we hebben nu, wat hadden we gegeten? Een soort van breekbrood met knoflook mozzarella of zo? Ja, en loaded fries. En loaded fries. Die waren echt truffel en parmezaanse kaas. Heerlijk. En het was echt een heel leuk plekje om te zitten. Dus ja, daar zijn we geweest. Het plan is nu om eerst even met ons boek lekker buiten in de tuin hier te gaan zitten. Want we hebben, hoe heet het? Deel 2. Welke is dat? Heartless. Heartless van de Jess & Spring series. Ik heb hem hier. Oh, goed. Jij bent voorbereid. Oh, wacht. Sla je nou bijna met een boek tegen me? Maar die gaan we dus lezen. Ik hoop dat ik niet weer ga scheuren en het boek ga gooien. Maar ik denk dat het wel meevalt. Want iedereen zegt dat deel 2 beter is dan deel 1. Als jij dat doet, dan ben ik geen vriendin met je. Als je dit gaat verscheuren, Chris. Ik krijg ruzie hier. Daarom hebben we ook 2 aparte bedden. Kijk, ja, Zit een gat in. We hebben ruimte hier. Kunnen we nog aan de kant schuiven? Ja. Kan ik daar zo in de bankje slapen? Ja. Dat kan ook nog. Maar goed, dus dat is het plan. En daarna willen we... Oh, er komen mensen aan buiten. Ik heb de deur open staan. Wacht, ik ga die deur even dicht. Ga jij die deur maar even dicht doen. Wat denk je hier in mijn
camera's. Waar viel jij op? Ja, nee, maar kijk, dit lag zo. Mijn make-up zit ook gelijk neer. Kan niet meer. Ik ga dit zo terugkijken. Nee. Wat kutlach heb ik. Ik zit het echt stop, ik kan niet meer. Oké, ik ben zen. Oké, focus. Kunnen. Oh, erg. Helemaal aan het huilen. Oh, hele make-up is uitgenomen. Nou, we hebben weer gelicht. Ik heb een deken gespreid in de weg. Oh, wat erg. Oké, even. Ik moet even water drinken, maar mijn water ligt daar. Ik durf nu niet meer op te staan. Nee, maar jij hebt daar meer ruimte kijken. Het komt gewoon. Ik wil daar niet tegen aanbotsen, dus ik ga aan deze kant lopen. Maar dan lag dat deken gewoon in de weg. Oh jongens, ik kan niet meer. Ik wilde zeggen, nou ja. Zal ik even water gaan pakken, maar ik ga niet meer. Mensen wilden lachen. Vorige keer omdat ik met blaadjes ging gooien en nu omdat ze zichzelf op de grond gooit. Oké, okay, we moeten even zetten. Ja, oké, okay, even zetten. We willen je camera pakken om iets belangrijks te vertellen. Ja, want we gaan zo naar de tuin, dan gaan we lezen. En daarna willen we alvast naar boekhandels gaan. We willen naar de ABC-boekhandel gaan. En we willen naar de Paagman in ieder geval hier gaan. Dus ik ben heel erg benieuwd. Hoeveel boeken gaan we kopen? Jij zei net dat je er niet meer dan 5 ging kopen. Ja, maar dat is over het hele weekend. Ik denk dat ik dit hele weekend 5 boeken ga kopen. Ik ga erboven. Hoeveel boeken ga je kopen? 8. Ja, ik ben gewoon eerlijk. Ja, dat is wel waar. Ik ben ook eerlijk. Ik ga me gewoon inhouden. Nou, we gaan zien wie er gelijk heeft, toch? Ik kan heel goed inhouden. Maar zometeen, misschien dat ik er 1 koop bij Paagman en eentje bij de ABC. Ja, dat is dus ook mijn plan. Om gewoon overal 1 boek te kopen. Dus dan valt het uiteindelijk best wel mee. Ja. Dus dat gaan we doen. Ja. Dus dan zou ik vandaag, als het goed is, 2 of 3 boeken kopen. Ja. Vind ik nog best netjes. Nou, dat is best netjes. Dus dat gaan we doen. En daarna gaan we lekker sushi eten. Yay. Ik ga nu even bijkomen van die zon. Ik ga het filmpje even terugkijken. Oké, okay, doei. Doei.
Oké, rekken wil jij het? Tot zo. Morgen, het is, welke dag is het vandaag? Donderdag? Donderdag. Het is donderdag. In ieder geval, de tweede dag, we hebben lekker geslapen. Patrice is... Hi. Daar... Ik val niet. Ik moet gewoon nog steeds lachen als ik het zie. Maar goed, wij gaan zo richting Scheveningen. Eerst even ontbijten ergens, of in ieder geval ontbijt halen. Dan gaan we richting Scheveningen. Willen we eerst even naar Sea Life. Want Patricia heeft gezien dat daar een Animal Crossing iets is. Dus zij is nu helemaal obsessed en ze wil naar Sea Life. Dus we gaan eerst daarheen. En het plan is om daarna gewoon lekker ergens bij het strandtentje. Gewoon even zien wat er is. Dus onze outfits... Ik zit... Oh, hier. Onze outfits zijn... Ready, badpak eronder aan. Dus wij gaan lekker het strand. En het plan is, we moeten natuurlijk altijd zien hoe de dag loopt. Maar het plan is eten naar Sea Life. En dan echt letterlijk de hele dag bij het strand blijven. Dus ja. We gaan zien hoe de dag loopt. Ik heb er in ieder geval zin in. Eén ding is zeker, we gaan vandaag geen boek kopen. Nee. Dat gaan we morgen doen. Maar dat komt morgen wel. Goed, veel plezier. Doei. 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 Thank you.
Goedemorgen, het is nu zaterdag. Het is helemaal geen zaterdag, het is vrijdag. Het is vrijdag, het is gelukkig nog geen zaterdag, want zaterdag gaan we naar huis. Ja. Het is vrijdag en gisteren zijn we hier naar het strand geweest. We hebben echt best day ever. Ja, hi. Het was zo lekker. Het was echt zo'n fijne dag. Gewoon, ik zei al tegen Patrice, het is gewoon wat mij betreft een perfecte dag. Gewoon leuke dingen doen, chillen, boekje lezen, cocktailsje drinken, lekker eten. We hebben veel te veel geld uitgegeven gisteren. Patricia stuurde mij gisteren een tikkie van het geld van gisteren en eergisteren. Nou, een rip uit mijn lijf. Ik denk dat ik straks een nieuw moet verkopen. Maar we gaan nu, vandaag, naar de Westfield Mall. En dan gaan we boekje shoppen. Dat hebben we nog niet gedaan. Nee. Nee, we hebben allebei pas 3 boeken gekocht. Dus dat is te weinig. Dus we moeten meer boeken kopen. Dus wij gaan nog even meer boeken kopen. Maar omdat het vrijdag is, wat doe ik normaal altijd op vrijdag? Dan gaat ze eten bij Bagels & Beans. Ja! Dus we dachten, we gaan vandaag lekker eerst bij de Bagels & Beans ontbijten. Het is nu 8:55. Dus we zijn mooi op tijd. Ja. Gaan we eerst lekker rustig ontbijten. We hebben niet gehaast vandaag. Nee, ik mag gewoon mee met Chrissy's ritueel op vrijdag. Yay! Nee, we hebben zoiets van, we gaan gewoon lekker naar de mall toe. En we zien wel gewoon hoe de dag loopt, wat we verder gaan doen, waar we heen gaan. We willen in ieder geval vanavond Grieks gaan eten. Ja. Daar hebben we heel veel zin in. Oh, het is lekker tzatziki met brood. Hou op. Zoveel zin. Ik heb nu al zin in de avond eten. Oh, we moeten nog ontbijten. Ja, dus dat is in ieder geval een beetje de planning. Dus we nemen jullie weer mee. Doei. Doei. Oh, deze. Oh ja. Van kleinkaartjes.nl. Myself that I'm still with you. I used to do my damn thing, waking up in and out of strangers' bed. But now I know I'm the one who always be with you. In and out without a menu. In and out we gotta do. Chopped and grilled and from now. Now I know I'm the one who always be with you. In and out without a menu. In and out we gotta do. As long as I can serve you with my love. As long as I can turn into real beast mode. Make a fresh love all. Time.
find myself that I'm still with you. I used to do my damn thing, waking up in and out of stranger's bed. But now I know I'm the one who always been with you. In and out without a menu, in and out we gotta do. Stress. Ja. Dus we gaan het boeken voor elkaar uitzoeken. Jij gaat voor mij uitzoeken. Ja. Ik ga voor jou uitzoeken en die nemen we dan voor jou mee. Ja. Dus let's go. Catch up staying in my new shirt. Twice more chopped and grilled than from now. Now I know I'm the one who always be with you. In and out without a menu. Welke denk je dat ik heb? Ik weet niet, denk je nog ons koppen? Nee. Nee? Nee, het waren wel een beetje de kleuren in dezelfde trant. Oranje? Nee. Die wil jij vaststellen? Nee. Oranje. Blauw en geel? Oké, je bent blij mee. Oké, ik ga nu voor Patrice zoeken. Ik heb een paar ideeën. Maar ik weet nog iets wat het uiteindelijk gaat worden. Dus laten we kijken. Deze is een optie. Deze is een optie. Maar zij heeft al heel veel. Dus die is ook wel een optie, maar die staat op een lijstje voor haar. Moeilijk dit. Ik denk dat ik voor deze ga, want die liet ze net ook zien. En hij is roze, dus als ze mij kent, weet ze dat ik wel voor roze zou kunnen gaan. Dus, let's go. Yes! Heb je een idee? Heb je nog een ander idee? Nee. Oh, dat vind ik heel leuk. Oké, even een korte update. We gaan zo lekker lunchen. We wachten op het eten. We zitten hier heel mooi bij het water. Kijk. Nou, prachtig. En een wiebeltafel. En een wiebeltafel. Ik ga vanavond, of ja, ik denk dat vanavond de boek al wel laten zien in mijn kamer. Dat dat wel leuk is, want de andere hebben we ook volgens mij nog niet eens laten zien. Maar ik heb nu net dus in de ABC Store een blind date met een boek gekocht. En ik weet niet wat erin zit. Lees maar even wat erop staat. Dit klinkt als iets wat ik leuk vind, maar ik weet het dus niet, dus laten we het gaan doen. Waar is de rug? Moet ik eerst hebben. Ik wil eerst weten wat het is. Wat een beest op je hoofd. Ik ga hem heel voorzichtig uitpakken. Want misschien is het wel iets wat ik helemaal niet leuk... Oh shit. Oh shit, het gaat helemaal mis. Maar misschien is het wel iets wat ik helemaal niet leuk ga vinden. Jij mag eerst kijken. Ja, jij mag eerst kijken. Oh, die ken ik. Ik ken hem niet. Het is geen Tessa Bailey. Nee, het is geen Tessa. Oké, ik was dus heel erg bang dat het een Tessa Bailey zou zijn. Ik zag die rug en ik dacht dat het een Tessa Bailey is. Maar dat was niet. Oh, die ken ik ook niet. Oké. Oké, wacht, nu ga ik hem wel verder. Ik heb wel eens een keer de cover gezien. Ja, ik ben benieuwd naar de cover nu. Volgens mij heb ik de cover wel gezien, maar... Moeten we in ieder geval een beetje... uitpakken. Oh,
kan ik dat doen? Oh, ja, die doe je dan even. Ik heb helemaal mis dit. Ja, is cute? Yes. Ik heb die kapper wel eens gezien. Oké, ik ga even lezen waar die over gaat. Ik kom vanavond of zo wel terug. We gaan eerst weer eten. En dan gaan we nog verder leuke dingen doen. Ja. Doei. Doei. Morgen, nu is het wel zaterdagochtend en wij gaan zo uitchecken. Het is een beetje een rare hoek dit, maar ik heb gisteren mijn statief ergens laten staan, dus die is kwijt. Ik heb wel een nieuwe gekocht, maar die wordt vandaag, morgen wordt die bezorgd. Dus ik moet het heel even zonder doen nu. Wij gaan straks met de bus weer naar Scheveningen toe, niet naar het strand dit keer, maar wij gaan zo naar het Oranje Hotel. Heel erg benieuwd naar, omdat ja, een keer... een keer te gaan zien, is een museum geworden. Dus daar gaan we heen. En we dachten, we kunnen nu al wel vast even een boekhaul laten zien. En vertellen wat we hebben gelezen. Want we hebben op zich best wel veel gelezen. Maar ja, het lijkt alsof het helemaal niet zoveel is als we dit zien. Nou, want inderdaad. Ik zit hier te kijken. Ik denk, het is niet zoveel. Nee, we hebben 250 bladzijden hierin gelezen. Maar ja, dit is natuurlijk Engels. Dus dat leest niet super snel. Tussendoor zijn we ook vaak aan het kletsen en zo. Dus... En we hebben gezongen van de week. En we hebben heel veel gekletst. Ja. Dat ook. Spelletjes gedaan. Ja, maar we zijn dus bezig in Heartless. En dit heb ik allemaal getapt. Dus dat is voor mijn doen best wel veel. Ik vind hem tot nu toe eigenlijk wel heel erg leuk. Ik ook. Ik vind zelfs het kind ook wel leuk. En, oh wacht even, kijk, die hele camera gaat vallen. Dan krijg je dit dus. Nu staat hij scheef. Ja. Oké, ik moet het even anders gaan doen. Oké, mijn camera viel om. Dat krijg je dus als ik geen statief heb. Maar ik vind het kind leuk. Ik vind Willa, het hoofdpersonage, vind ik tot nu toe het leukste. Jij denk ik, Daddy Kate. Ja, maar ik vind het kind ook wel heel leuk. En Willa ook. Ik vind ze eigenlijk allemaal wel leuk. Ja. Ik heb nog niet echt een favoriet, denk ik. Nee, ja, mijn favoriet is Willa tot nu toe. Maar ik vind deze sowieso leuker dan deel 1. Dus het gaat allemaal de goede kant op. Nou ja, hier gaat nog smut gebeuren, want dat is nog niet zo heel veel gebeurd. Dus ik ben benieuwd als we dat gaan lezen. We hebben al een klein voorproefje gehad, hè? Bij de Bagels and Beans. Dan krijg je wat de fuck gebeurt hier. Maar goed, wij gaan dus zo naar Oranje Hotel. En misschien dat we nog ergens gaan lezen, maar we kijken gewoon even hoe de dag loopt. Dus dit is ook de laatste, het laatste kletsmoment. En dan sluit ik de video af met alle andere beelden. Boekhal. Doen we om en om? Ja. Want we hebben er evenveel, toch? Ja, allebei 7. We hebben allebei 7 boeken gekocht. Ik had van tevoren gezegd, ik ga er 5 kopen. Dus op zich 7 vind ik nog meevallen. Ik had gezegd 8 en ik heb er 7. Dus ik heb het super goed gedaan. 14 boeken in totaal. Nou,
prima, prima. Begin jij? Ja, ik begin wel met deze. Die heb ik natuurlijk gisteren al laten zien. Want het leek mij gewoon leuk om zo'n... Hoe heet dat? Een... Hoe heet dit? Ja, een blind date. Een blind date met een boek. Ik dacht, dan heb ik toch een keer een blind date. Met een boek te halen. En ik heb hem weer even een klein beetje ingepakt. Maar daar zit dus deze in. Ik heb heel even opgezocht op Goodreads. En hij krijgt 4,03 of ja, zo gemiddeld. Best wel goede beoordeling. Het is een dun boek. Hij heeft 321 bladzijden. Dus nog best wel wat. Maar ik ben hier echt heel erg benieuwd naar. Nou, ik vind het cover in ieder geval echt wel heel erg leuk. En het geeft ook wel echt beachy vibes. Dus ik denk dat het een mooie match is. Voor nog een dagje strand. Voor nog een dagje strand. Ja, nu moeten we nog een dag naar het strand gaan. Dus ja. In ieder geval, dit is... Het is niet het eerste die ik heb gekocht, maar dit is boek 1 voor mij. Ja, ik heb ze ook niet in volgorde hoor. Maar ik heb... Out on a Limp gekocht. Ja, die wilde ik ook. Alleen zij heeft de floppy versie. En alle andere winkels waar we daarna nog kwamen hadden niet de floppy versie. En ik wilde de floppy versie. Dus ik heb hem overgeslagen voor nu. Ja. Dan heb ik, want dat was bij dezelfde winkel, heb ik deze gekocht. De Match van Sarah Adams. Ik zag deze liggen. Ik vond hem super cute uitzien. En de achterflap klinkt echt heel leuk. Want het gaat dus over iemand met een hulphond. Dus kijk dan. En toen, ik had er nog nooit van gehoord. Ik heb nooit gezien dat iemand hem heeft gelezen of ergens voorbij zien komen. En ineens zagen we hem echt op de tafels bij alle boekwinkels. Dus ik denk dat hij wel een beetje populair gaat worden. Ik ben heel erg benieuwd. Ja. Dan heb ik gisteren Donkere Wolken vol confetti gekocht van Monica Haak. Chris had hem al gelezen, dus ja. Toen had ik zoiets, oké, ik wil hem ook. Ik vond hem heel goed, dus... Ja. Nou, dan komen onze Paagman zakjes. We hebben allebei. Ja. Ik wil wat van zien. Even alles inpakken, jongens. Ja. We hebben allebei deze gekocht. 1000 Broken Pieces. Ja, dan laat ik hem niet meer zien, hoor. Nee, dat is goed. Want we hebben deel 1 hiervan gelezen als buddy read, ook samen met Demi. En hij zou pas nu, volgens mij, over een paar dagen uitkomen. En hij lag gewoon al in de boekhandel. Dus we hebben hem meteen meegenomen. Ja. Heel benieuwd naar. Dan heb ik This Summer Will Be Different. Oh, wacht, die heb ik ook. Oh ja. Die heb ik ook. Oh ja. Ja. Oh, je hebt een andere versie. Ja, ik heb die floppy. Die wilde ik ook. Nee. Ik heb de niet floppy. Oh, dat is wel jammer. Ik wilde ook de floppy. Maar goed, die hebben we allebei gehaald. Ja. Dan heb ik... Die had Patricia voor mij uitgekozen. Part of Your World. Heel veel zin in. Echt heel erg benieuwd naar deze. Ik denk als zij hem niet had uitgekozen, dat ik hem alsnog mezelf had gehaald. Dus heel veel zin in. Toen had Chris voor mij Night Shift uitgekozen. En hij is roze. Daarom had ik hem uitgekozen, want hij roze is. Heel veel zin in. Maar ik vind het echt een hele cute koffer. Ja, ik ook. Ik ben ook echt benieuwd naar. Ja. Dan heb ik genomen deze Six Months of June. En dit is een Nederlandse, want ik kon de Engelse, hij is volgens mij oorspronkelijk Engels, maar die kon ik nergens vinden. Dus ik heb nu het Nederlandse van Blossom Books. Maar ik vind de titel cute, ik vind de cover cute, ik vind de kleuren cute. En hij was volgens mij €15 of zo. Dus voor een Nederlands boek vond ik hem ook niet duur. Hij is lekker floppy. En ik zag hem in elke boekhandel liggen. En in elke boekhandel wilde ik hem kopen en deed ik het toch niet. En uiteindelijk bij Paagman in de Mall heb ik hem toch meegenomen, want... Ik vind hem gewoon heel erg mooi. Pas op, hè? Ja. Dan heb ik Summer Romance gekocht. Die zag ik liggen en dat klonk wel heel leuk. Dus die heb ik meegenomen. Die klinkt ook echt heel goed. En dan als laatste heb ik Powerful. Die wilde ik sowieso gaan kopen, want dat had ik in mijn vorige video natuurlijk al gezegd. Ik had Reckless toen gekregen en ik twijfelde... Nee, ik twijfelde helemaal niet. Het is echt heel raar dat ik dit zeg. Ik wilde Powerful kopen, maar die hadden ze niet. Dus dan dacht ik, ik ga Powerful kopen als ik in Den Haag ben, want daar is hij sowieso wel. Dus die heb ik ook meegenomen. En dan hebben we onze stapels. Ik moet deze nog even verder. En ik heb als laatst heb ik Seven Summers gekocht. Ik vond die cover ook wel heel mooi. En het verhaal klinkt ook wel heel mooi. Dus ik ben benieuwd.
Die stond ook op mijn lijst. Maar ik dacht, ik kan echt niet alles kopen wat ik wil. Ik heb alles in die zakjes. Ik werd ook helemaal overweldigd in de mal. Omdat daar zoveel boeken waren die ik allemaal wilde. Dat ik gewoon error kreeg. En niet wist wat ik moest kopen. Omdat ik zoveel wilde kopen. Maar ja, het is keuzestress.nl. Ja, in ieder geval, dit is mijn stapeltje met boeken. Die ik allemaal heb gehaald. Het zijn echt wel veel. 1, 2, 3, 4, 5, ja, 7. Het zijn ze allemaal. En mijn koffer zit al vol. En dit moet nog mee. Dus ik weet niet zo goed hoe het moet. Maar. En dit is mijn. Nou, dat was hem voor nu. Wij gaan onze koffers nog even verder inpakken. Kijken of alles er nog in past. Dan laten we de koffers nog even bij het hotel staan. En dan gaan we naar het volgende hotel. Ja. Het Oranje Hotel. Het is niet zo gezellig, denk ik. Waar we niet willen verblijven. Nee, ik ben wel erg benieuwd. Het wordt wel heel erg warm vandaag. Volgens mij weer 28, 29 graden of zo. Dus zal je niet zien als je Patrice de kleren ziet. Maar het past anders niet meer in de koffer. Nee. Ik was een beetje verbrand. Dus een heel klein beetje. Ik heb mijn huid aan het beschermen. Ja. Dus op zich ook wel lekker om gewoon lekker ergens binnen te zijn. En als we nog zin hebben, kunnen we daarna altijd nog ergens gaan lezen. En als we denken, we zijn moe, we willen naar huis, dan gaan we gewoon lekker naar huis toe. Ja. Dus, dat voor nu. Oh, wat misschien ook nog wel leuk is om te vertellen. Gisteravond, wij hebben zo lekker gegeten. Oh ja! Helemaal vergeten te vertellen. Want gisteren, wat hebben we gisteren eigenlijk allemaal gedaan? Naar de mal. We gingen naar de mal. Toen na de mal dachten we, weet je, we hebben nog tijd over, want we hoefden daar niet zo heel lang te blijven. Want we dachten, ja, we gaan toch niet verder shoppen of zo. Dus we hebben nog lekker bubbeltje genomen. Toen zijn we teruggegaan en toen gingen we dus naar de Paagman op de Fred. Want we denken, ja, als we nu toch in Den Haag zijn, gaan we ook gelijk daarheen. Dus daarheen de tram gepakt. En dat was, je merkte wel, dat het wel een hele andere Paagman. Want die in de mal is meer boekdok en jeugdgericht. En die op de Fred was meer literatuur, volwassen en een grote kinderafdeling. Dus ja, uiteindelijk, ik heb daar niks meer gekocht. Jij hebt daar nog Monica Haken. Ja. En we hebben daar natuurlijk gekocht. In het café gezeten. Ja, en toen gingen we dus in het cafeetje zitten. En echt, dat was zo perfect. Het was allemaal lekkere taartjes, maar we konden geen taartjes eten. Want we gingen naar de Griek toe. Dus we hebben daar, nou, hoe lang hebben we daar gezeten? Ik denk anderhalf uur, twee uur of zo. Ja, best wel lang eigenlijk. Best wel lang. Het was echt heerlijk. Het was ook lekker rustig. Dus we hebben daar lekker gedronken, gezeten, nog best wel een stuk gelezen uiteindelijk in Heartless. En toen gingen we terug, want we hadden gereserveerd bij een Griek. We hadden zin om Grieks te eten, dus ik heb een beetje opgezocht van welke Grieks heb je allemaal in Den Haag en wat zijn de ratings daarvan. En nu was er eentje, die kreeg 4,9 gemiddeld uit 5 sterren. Heel authentiek Grieks restaurantje, dus we zijn daarheen gegaan en echt, dat eten was zo lekker. En die bediening was zo lief, echt, ik waande me gewoon helemaal naar Griekenland. En wij willen volgend jaar samen naar Griekenland. Yay! Ja, we hebben de week overleefd met z'n tweeën. Dus ik denk dat we wel geslaagd zijn voor de test om volgend jaar. Dit was eigenlijk wel een beetje de test natuurlijk. Ja. Maar we zijn geslaagd. Ja, en dus dan willen we volgend jaar samen lekker op vakantie naar Griekenland gaan. Dus dat. Hebben we verder nog iets te vertellen? Nee, denk ik niet. Nee, ik denk het eigenlijk ook niet. Ik ga nu ook niet meer kletsen. Ik ga alleen nog wat sfeerbeelden laten zien van de laatste dag. Dus in ieder geval, vond je het een leuke video? Vind je het leuk om ons samen te zien? Doe dan eventjes je duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. En kom vooral in de Discord, want daar is het heel erg gezellig. Dus, tot de volgende keer. Tot zo. Doei! Doei!